Ja, we waren een stelletje bandidos. Ik was zo'n boefje, ja. Dat was mijn laatste kans. Ik had 4 jaar voorwaardelijk gekregen. En een werkstraf, bureauhalt. Dit gaat echt heel fout. Of ik zou de bak indraaien voor heel lang. Of ik ging het leger in. Jouw redding was leger. Ja? Geloof me. Anders was jij ook meegegaan. Gewoon zo ver mogelijk weg van al dat lowlife gebeuren. Je hoort dan gewoon weer dat jongetje dat je gewoon eerst was. We zijn nu 12 jaar verder. We zijn eigenlijk intussen allemaal volwassen mannen. Maar we hebben het nog steeds over de toekomst. Yes. We draaien. We willen een reunie organiseren. Du bist de beste. Ja, du bist de allerbeste. Allerbeste. Nog nooit hadden wij het zo meegemaakt dat er iemand wel stierf. Maar dat je er alles aan deed om die persoon te redden. Dat doet zeer, weet je. Dat ik misschien niet gelijk met die Eiper daarheen was gereden. En weet je, had misschien wel minuten gescheeld, weet je. En dus, ja, dat neem ik me eigenlijk wel kwalijk. Hij kon zich gewoon lange tijd niet vergeven dat hij in zijn hoofd zo'n fout had gemaakt. Nee, dat ik me weer zo, dat ik weer die kant op ga dan. Willen jullie dat? Nee toch? Dat het er echt dadelijk mis met mij gaat. Je gaat door het vuur voor elkaar. Ja. Ja. Nu wil je terug, dat ik terug naar Nederland ga. Eigenlijk wel, ja. Maar ja, voor mij mag je gewoon niet weg, klaar. Dus de ergste straf die ik heb kunnen krijgen is mij het leger uitschoppen. Ik ben een keertje het politiebureau ingestapt en ik heb gezegd van dat ik zelf een teringlijst vond en dat ik mezelf van kant wil maken omdat dat ik niks meer had. Dan liep hij gewoon met 7 man of 5 man liep hij gewoon te vechten. Zijn eigen vrienden, hij zag het niet meer. Dat is het aparte met militair zijn. Je weet altijd zeker. En in het burgerleven weet je niks zeker. Kameraadschap. Dat is ook echt iets wat ik heel erg mis. Zou je weer terug willen? Ja. Zonder twijfel. We are war. We are war. Hey. God, show me the way because the devil's trying to break me down.